Hallo, ik ben Carmen Michels, ik ben schrijver en performer en dit is mijn laatste boek, Vaders die rouwen, juist verschenen eind november bij Querido. En ik ga de verhalenbundel nu inlezen voor de Luisterpunt Bibliotheek. Kermend en zuchtend trokken we ons terug op de velourzitbank in de voorkamer van onze grootouders om te bekomen van onze indigestie. Te uitgeput om ridderstrips te lezen of onze tamagotchis te verzorgen. De wollen kussens prikkend in onze wangen, de klok met houten ruiters boven op de schouw die onverbiddelijk tikte, terwijl mijn tantes in de eetruimte aankondigden dat ze zwanger waren. Alle drie tegelijk. Tot dan toe waren wij de enige kleinkinderen, de enigen met obsidiaan, van vaders kant. Eten, kind, zegt oma, wanneer mijn kom eindelijk leeg is. Ze schept een pollepel die tot over de rand gevuld is met mosselen, selder, ui en bouillon in mijn mosselkom. Vult mijn bord met nieuwe fritten en kwakt er een stevige kluit mayonaise bovenop. Vader, kreun ik, zodra onze alma mater weer verdwenen is. Hij schuift zijn kom naar voren, waarin ik mijn vracht los. Ik houd nog drie mosselen en een brandstapel fritten over. Behendig kiepert hij een handvol lege schelpen uit zijn afvalschaal in de mijne. Oma Bokke heeft oog voor die dingen. Misschien is dat een passende beschrijving. Mijn vader is de toren die ik kan inzetten als ik zelf geen kant meer op kan. Vanaf het hoofd van de tafel overschouwt opa Bokke het schaakspel en grijnst. De staande lamp achter hem tooit zijn blinkende hoofd met een aureool. Ik vraag me af hoeveel tijd hij nog heeft en hoor Tonino met zijn duistere Jupiterstem en zacht bruine jongenslippen Ungaretti fluisteren in mijn oor. La morte si sconta vivendo. Door te leven krijg je korting op de dood. Ik kijk om me heen en vraag me af of ik de enige ben die aan de dood denkt. Telkens als ik naar opa Bokke kijk. De enige die zich schuldig voelt als ik het bezoek aan mijn grootouders een weekend oversla.